Moe van, hè, dat demonstreren. Ja, doodmoe, man. Ja. Doodmoe. Wat een werk, zeg. Nee, stikkerpot. Je ziet hier demonstratie, alles gebeurt rustig en vredig. Mensen die blowen zijn over het algemeen wat rustiger dan mensen die hier komen zuipen. Wij zijn een staking. Wat voor ellende moeten wij aangaan? Welke ellende? Mensen die blowen zijn over het algemeen wat rustiger dan mensen die hier komen zuipen. Allebei. Allebei. U bent bereid u te laten overrijden door een elektrisch schoonmaakwagen? Zeker. Dat is wat die burgemeester voor elkaar wil krijgen. Terwijl softdrugs, daar word je gewoon heel erg rustig van. Softdrugs op straat is harddrugs. En dan word je rustig van. Hij wil voor soft hard maken. Dat is zonde. Ik snap het. Hoe moet ik mijn jointje kunnen roken? Hoe moet ik rustig kunnen zijn? Hoe moet ik kunnen kalmeren? Zeg het me. Die vuile, vieze hondenlul. U bent hier vandaag. Ja, dat is wel even schrikken voor mij. De eerste keer in 29 jaar. Omdat ik mijn burgerlijke ongehoorzaamheid heb getoond. Ik heb namelijk geweigerd te voldoen aan de nieuwe richtlijnen die de minister heeft opgesteld. Namelijk dat ik niet ingezetenen, lees buitenlanders, moet weigeren. En dat ik Nederlanders permanent moet registreren die hier binnenkomen. Ik doe nog liever mijn zaak dicht, als dat ik me laat verplichten om te discrimineren. Dus Amsterdam die zegt, hallo, we hebben hier een ziekte. Ik spring maar even, ik hak maar even. Hè? Nu, Amsterdam die zegt, hé, de heer is hier een ziekte. Onder die hoeren die niet in Nederland thuiskomt. Oh, buitenlanders mogen niet meer naar de hoeren toe. Ja, ja, nee, zo gaan we te werk. Erg voor de kleine, zei ik, niet meer veilig op school. Waarom niet? Waarom niet? Allemaal op ieder ook in de dealer. Dat ze nou gaat dan doen. Vanwege de wietpas komen er allemaal dealers, ja, zegt u. Zeker. Niet alleen ben je iemand die discrimineert, en zo wil ik dus echt niet genoemd worden. Nee, ik ben ook nog de medeveroorzaker van het teruglopen van de leefbaarheid in mijn eigen stad. Ik denk dat voor Maastricht een hele zwarte dag is. De wietpas gaat waarschijnlijk voor gevolgen hebben dat de drugsoverlast van de drugsrunners in de wijk nog meer gaat toenemen. De prijzen zullen ook omhoog gaan en daarmee gaan de criminelen het ook nog beter krijgen. Dat gaat de mode worden, hè? Dat wordt de mode sowieso. Crackbags. Crackbags. Want er gaat gedeeld worden hier op straat. Dat sowieso. Maaskantje, jongen. Ben je ook al dealer? Was ik. Was je. Oké, dus je bent wel een beetje expert. Denk jij dat door die wietpas nu veel meer mensen ook op straat gaan verkopen? 100.000%. Drugsrunners die voor de tv-camera verklaren dat ze hier willens en wetens gouden tijden tegemoet gaan. Ik had nooit gedacht dat ik dat nog eens zou meemaken. Nu valt er veel te verdienen. Nu is het tijd. Ik snap het niet. Iedereen wordt hier slechter van, behalve criminele organisaties. Door het invoeren van de wietpas staat criminaliteit op nummer 1. Alleen door deze wietpas. Burgemeester, waar ben je mee bezig?